Gerda, wat ben jij eigenlijk aan het doen vandaag? Nou, we zijn hier in de perenboomgaard van Perengaard. Perengaard. En die bomen moeten gewoon verzorgd worden. Want zometeen, als het mooie weer wordt, mogen de paarden hier komen grazen. En de hekken moeten goed dicht. En het is de bedoeling dat de brandnetels allemaal weggaan, want dat eten de paarden niet. En dan hebben we gewoon helemaal niks aan. En daar doe ik mijn best voor hier vandaag. Want wat is dan het nadeel als er de brandnetels staan om die bomen? De grond verzuurt heel erg. Dus heb ik me raar te vertellen. En dat is niet goed voor, voor de groei van de bomen en vooral voor de vruchten van de bomen. En lekker de gras wat eromheen staat, dat kunnen de paarden ook niet goed eten. Oké. Okay. Dus daar doe ik mijn best voor. Hartstikke mooi. Nou, dankjewel. En jij bedankt. Ja, graag gedaan.